Hart van Boerdonk, de horecazaak die 5 jaar geleden van de ondergang werd gered door een aantal inwoners van Boerdonk, krijgt een nieuwe uitbater. 5 jaar geleden dreigde de zaak, die toen nog het Mirakel heette, te moeten sluiten. Maar er gebeurde een mirakel omdat een groep van ruim 60 inwoners besloot de zaak te kopen en er een uitbater voor ging zoeken. Dat werden Imca en Danny van Langveld, die hun B&B in Spanje verruilden voor Hart van Boerdonk. Voor 5 jaar. En de coronaperikelen versterkten hen erin dat die 5 jaar ook lang genoeg waren. Als jij alles bij elkaar misschien wel een jaar dicht bent geweest en met heel veel, als je open was, met heel veel restricties moest werken, dat echt stiekem toch wel in je hoofd het een en ander gedaan hebt. Dat je bevestiging hebt van ja, 5 jaar is mooi. Ja. En je klant ook heel duidelijk lieten merken. De ene wil het wel, de andere wil het niet. Veel discussie. Ja, je hebt natuurlijk mensen die vinden het. Sommigen die vinden de regeltjes allemaal flauwekul. Anderen die vinden het wel terecht en die houden zich netjes eraan. Die irriteren zich weer aan elkaar. Mensen die wegblijven natuurlijk, krijg je ook nog. Dus ja, stiekem heeft dat best veel psychisch wat gedaan. Ja, klopt. Voordat jullie hier begonnen hebben jullie een B&B in Spanje gehad. Nu 5 jaar dit. De komende 5 jaar? De komende 5 jaar, dat is ook een heel goede vraag. Ik ga verder met transport, wat ik nu eigenlijk ook al doe, door de weeks. Mijn vrouw weet nog niet goed wat ze gaat doen. Dus we hebben denk ik straks na 1 juli heel veel tijd om over na te denken hoe we dat verder in gaan vullen. Ja. En jullie waren even bang dat als jullie weg zouden gaan dat er geen opvolger zou zijn. Maar die is er toch gekomen. Ja, die is er gelukkig gekomen. Dat is Joey Vossenberg, hier uit Boerdonk. Ik ben Joey van de Vossenberg, 25 jaar jong, woonachtig in Boerdonk. Vanaf 1 juli dus het hart van Boerdonk. Voorheen heb ik als projectmanager bij Cold Service werkzaam, ben ik nog steeds werkzaam. En daarvoor bij de Sligro, te Veghel en Helmond. En hoe kom je dan op het idee om hier uitbater bij Hart van Boerdonk te worden? Ik ondersteunde Danny en Imca bij diverse evenementen. Denk bijvoorbeeld aan de carnaval, de kermis. Toen is 2 jaar geleden een keer Imca bij mij terechtgekomen van Joey, is dat niet iets voor jou? Op dat moment toch nog even gewacht. En nou dat alle coronaperikelen over zijn, toch erin gestapt. Met volle enthousiasme, dus ik heb er kei veel zin in. En ga je ook nog wat veranderen of zeg je nou voorlopig is het prima zo? Het hotel en café ziet er prima uit. Er zullen best wel wat kleine aanpassingen zijn en een evenementje meer richting de jongeren. Ook een keer voor de gezinnen en de families en de oudere jeugd en de ouderen. Dus er zal wel meer gaan gebeuren, maar verder qua inrichtingen ziet er prima uit. En heeft Joey nog een droomwens? Droomwens is natuurlijk dat een super café wordt waar de regio graag heen gaat. Nou zitten met de connecties en de jeugd die ik ken vanuit de regio zitten best wel goed. Dus ik hoop iedereen in Boerdonk te ontmoeten en een potje bier te drinken. Proost!